Na een lange periode van klussen gaat deze week Hotel Maassluis open. In Maassluis is het gebouw vooral bekend als het Sanofi-pand. Maassluiser Gerrit Maliepaard heeft het gebouw gekocht. Ik woon hier aan de overkant. Al 10 jaar staat het pand leeg. Ik woon daar al 50 jaar. Het is natuurlijk een van de mooiste panden in en rond Maassluis. Het pand stond leeg. Het ging hard achteruit. En samen met de gemeente Maassluis het plan opgevat om hier een hotel te gaan vestigen met een uniek mooi restaurant. Het hotel gaat zich grotendeels richten op de zakelijke markt. Met name het Westland en Vlaardingen en omliggende gemeentes. En in het weekend leisure. En een apart restaurant erbij, wat heel de week 7 dagen per week geopend is uiteraard. En wie denkt dat Gerrit Maliepaard in de receptie of in de keuken te vinden is, komt bedrogen uit. Mijn werk houdt hier op. Het is, ik draag dadelijk de sleutel over aan de huurder. Dat is Floris van Vliet. Een hele enthousiaste jongen die uit de horeca komt, hotelwezen, eigenlijk in het hotel geboren is. Bij zijn moeder in Goes actief. En die gaat het hier de kar trekken met zijn team. Floris, hierbij wens ik jou heel veel succes. Dankjewel. En bedankt voor deze prachtige kans. Top. Dankjewel. Nou, welkom in de lobby van Hotel Maassluis. Dit is het hart van onze zaak, de receptie. Hier worden mijn gasten ontvangen en allemaal de juiste kant opgeleid. Vanaf hier kunnen we naar de vergaderzalen, naar de kamers of naar het restaurant. Het viel niet mee om van het oude pand uit 1890 een hotel te maken. Dus je moet heel veel rekening houden met oude bouwconstructies. Ja, dat maakt het lastig. Je moet de ruimte invullen die je hebt in plaats van een ruimte creëren. We zijn benieuwd hoe dat gelukt is. Het gebouw telt 3 verdiepingen en we zijn nu op de 2e verdieping. Kijk, dit zijn dan standaardkamers. En het hotel kent ook een bruidssuite. Nou, welkom in onze bruidssuite. Zoals je ziet, de puntjes op de i moeten nog verzorgd worden. Maar dit is een van de mooiste kamers die wij als Hotel Maassluis zijnde te bieden hebben. Prachtige uitzicht waarnaast je wakker kan worden. Wakker worden kan ook in de torensuite. Ook van alle gemakken voorzien. Ruime kamer met een mooi oud Victoriaans bad met uitzicht op de ingang van de haven van Maassluis. We gaan nu naar het torentje toe. En vanaf deze toren heb je uitzicht over het Scheur en de stad. Komend weekend tijdens de Furiade komen de eerste gasten overnachten. Maar waar staat Hotel Maassluis over een paar jaar? Ik hoop dat Hotel Maassluis over 5 jaar een bekend en het mooiste boutiquehotel van Nederland is. Met een nog prachtigere toekomst in het vooruitzicht en een goed lopend restaurant.